Yo, welkom bij Geld op Geld. Deze week gaat weer een hele volatiele week worden voor de beurs. Ik denk zelf de één na belangrijkste week van dit kwartaal wat betreft allemaal dingen die bekend worden gemaakt. Vorige week was eigenlijk de belangrijkste, omdat vorige week een aantal van de grootste big tech bedrijven met kwartaalcijfers kwamen. Een Amazon, een Microsoft, Google, Meta en nog veel meer. Maar deze week komt de allergrootste. Deze week komt Apple met kwartaalcijfers ja, en nog veel meer bedrijven. Nou, verder komt woensdag de FED ook nog eens met een rentebesluit... ...en daar zal de beurs waarschijnlijk ook heel erg heftig op reageren. Dus we hebben alles bespreken en laten we erin duiken. Earnings season gaat gewoon lekker door... ...en deze week komen weer heel veel bedrijven met kwartaalcijfers. Deze week komen deze bedrijven allemaal met kwartaalcijfers... ...dus de week van 1 mei 2023. Dus laten we gewoon even beginnen met maandag en alles even doornemen. Het is nu trouwens ook maandag terwijl ik dit opneem... ...dus de bedrijven van voor de opening hebben al kwartaalcijfers bekendgemaakt... Onder andere SoFi, toch een heel populair aandeel, een fintech bedrijf. En heeft dus kwartaalcijfers bekendgemaakt. En staat nu toch ja, meer dan 7% in de min, flinke min. Ik heb de cijfers zelf ook even doorgenomen. En wat betreft groei, hele mooie cijfers. Weer heel veel omzetgroei, meer dan 40%, aantal gebruikers, ga zo maar door. Maar het probleem bij SoFi is op dit moment gewoon dat ze nog niet winstgevend zijn, voorlopig nog niet winstgevend zijn. En ja, de beurs wil gewoon heel graag winstgevendheid zien. Omzetgroei is nu wat minder belangrijk. Het gaat vooral om winst genereren. Minder risico, omdat ook er een aantal dingen minder gaan in de economie. En omdat er ook een aantal risico's zijn. Men nog steeds bang is voor een recessie, ga zo maar door. En op dit moment moet de beurs gewoon niks hebben van bedrijven zoals een Sofi. Nou, denk ik persoonlijk dat Sofi voor de lange termijn een heel interessant fintech bedrijf is. Maar goed, voorlopig niet in trek en wel flink gedaald. Nou, dan hebben we Norwegian Cruise Line, een van de grootste wat betreft cruiseschepen. Nou, verder niet echt iets dat ik volg op maandag, behalve misschien Logitech na de sluiting. Uh, MicroStrategy is trouwens ook een hele uh, populaire omdat MicroStrategy heel veel Bitcoin bezit. Ze houden geld in Bitcoin en daardoor is MicroStrategy heel erg afhankelijk van Bitcoin. Als Bitcoin stijgt, ja, dan stijgt MicroStrategy ook en uh, andersom. Dan hebben we NXP, Semicon en wat ik zei, Logitech voor mij een interessante. Niet omdat ik Logitech bezit of wil kopen, maar ik bezit aandelen van Corsair. Is toch wel deels een concurrent van Logitech. Al speelt Corsair echt in op de high-end, op de gaming-industrie. Maar afhankelijk van de cijfers van Logitech kan Corsair ook dalen of stijgen. Nou, dan hebben we dinsdag. Van alles en nog wat. Op dinsdag eerst hebben we Uber. Natuurlijk een hele grote. Ik denk ook echt wel een interessante. Dan hebben we Pfizer. En ik heb zelf uh, aandelen van Pfizer gekocht. Mijn laatste toevoeging aan mijn portfolio als dividendaandeel. Ik heb het er laatst even over gehad. En ja, ik denk dat Pfizer nu een hele interessante is. Met een leuk dividendpercentage van ja, iets meer dan 4%. Een lage waardering. Voor de lange termijn, denk ik, ook een hele interessante. Natuurlijk, een groot biotechbedrijf. Dat enorm hard was gestegen door de vaccins die ze maken. Vanwege de pandemie. Nu zijn ze weer gedaald naar eigenlijk de. ...levels van voor de pandemie... ...terwijl Pfizer zelf wel groter en interessanter en bekender is geworden. En ik denk op dit moment gewoon een hele interessante voor de lange termijn... ...met relatief weinig risico. Nou, mocht Pfizer stijgen nadat ze kwartaalcijfers bekendmaken... Nou, ...op zich wel oké. Okay. Ik heb nu een kleine positie in Pfizer. Mochten ze dalen, is de kans groot dat ik mijn positie ga uitbreiden... ...en dat ik nog wat aandelen van Pfizer ga kopen. Heel benieuwd dus naar Pfizer en wat ze bekend gaan maken. Dan hebben we BP, grote in olie... Marriott International, bekend van hun hotels. Toch wel hele mooie, dure hotels uh, die ze bezitten. Dan hebben we Marathon Oil in ja, energie en olie in het algemeen. Scorpio Tankers, EPP. Ja, verder niet echt iets dat ik volg, maar toch een aantal hele grote dinsdag voor de opening. Dan hebben we na de sluiting eerst AMD. Ja, natuurlijk ook een hele grote, hele populaire. Ook echt wel een heel mooi bedrijf, denk ik zelf. Een van de grootste semiconspelers op dit moment. En ze laten ook echt wel zien dat ze hele mooie chips maken. Betere chips maken dan concurrentie. Dan onder andere een Intel. Nou, vandaar ook dat het aandeel het heel erg goed heeft gedaan. Wel weer flink gedaald ten opzichte van de piek. Naar de ongeveer 60 dollar per aandeel. Toen weer gestegen. Ik moet zeggen dat ik de waardering nog steeds echt wel hoog vind. Nog steeds een heel erg prijzig aandeel. Maar het blijft echt wel een hele mooie. Het blijft een heel mooi bedrijf. Dus ik blijf ze in de gaten houden. Al ga ik ze nog niet aanschaffen. Uh, voor mij zou AMD nog veel meer moeten zakken. dan waar die nu staat. Maar goed, ik blijf hem volgen. Uh, ik blijf Nvidia trouwens ook volgen. En de kans is groot dat als AMD zakt. dat Nvidia ook zakt. Waardoor ik liever zelf misschien een Nvidia zou aanschaffen. Maar blijft wel echt een hele mooie. Ja, dan hebben we Ford. Komt ook met cijfers. Heb ik zelf niet zo heel veel mee. Al snap ik wel dat mensen aandelen van Ford willen aanschaffen. vanwege de lage waardering. Uh, ze hebben ook echt wel mooie producten. Ook elektrische voertuigen. Niet per se de Ford Mustang mag i. Daar maken ze vooral heel veel verlies mee. Maar de Ford F-150 Lighting is denk ik een hele interessante. Heel die Ford F-150 series is heel populair met hele mooie trucks die ze maken. En nu dus ook een elektrische variant. Um, al denk ik wel dat Ford steeds meer en meer marktaandeel zal verliezen de komende jaren door een Tesla. Daardoor denk ik voor de echt lange termijn niet per se heel interessant, maar gezien de waardering, ja, snap ik wel dat mensen aandelen van Ford aanschaffen. Komt dus met cijfers. Dan hebben we Starbucks. Ja, Starbucks is echt een heel mooi bedrijf. Denk ik zelf. Leuk dividendpercentage, blijft maar groeien en uitbreiden. En ik wilde zelf misschien ook aandelen van Starbucks kopen hier zo rond de 70-80 dollar. Helaas niet gedaan, want Starbucks is weer flink gaan stijgen. Maar mocht Starbucks weer zakken richting de zeg 70-80 ongeveer? Wil ik Starbucks wel gaan kopen? Want ik denk echt een heel mooi bedrijf. Dat de komende 10, 20, 30 jaar. Zal blijven bestaan. Zal blijven uitbreiden. Blijven groeien. Maar op dit moment. Ja, gewoon echt wel ook een prijzig aandeel. Nou, dan hebben we Energy Transfer. Supermicro. Lumen. We hebben Caesars Entertainment. Die ook heel veel ja, hele dure. Hotels. Resorts bezit. Onder andere in Las Vegas. Paycom, Match Group. Op zich ook wel een leuke. Match Group eh, is de moeder van heel veel. Toch wel populaire. ...apps, datingwebsites, zoals een match.com, zoals een Tinder en nog veel meer. Uh, dus van alles en nog wat door elkaar op dinsdag. Nou, dan hebben we woensdag. De woensdag voor de opening CVS held, meteen een hele grote en toch wel belangrijke voor mij ook. Niet omdat ik CVS aandelen bezit, maar ik bezit aandelen van Walgreens. Nou, CVS is ook een hele grote zeg, soort apotheker plus... ...waar je van alles en nog wat kan kopen, los van medicijnen, maar veel meer... Uh, en afhankelijk van die cijfers van CVS zal waarschijnlijk Walgreens ook stijgen of zakken. Dus voor mij ook een interessante om te volgen. Dan hebben we Yam. Yam komt met cijfers. Yam is ook een hele grote in restaurantketens. In onder andere fastfoodketens. Onder andere in KFC en nog veel meer dat Yam bezit. Dan hebben we Barrick. Barrick Gold. Wingstop komt met cijfers. Philips 66 in olie en energie in het algemeen. Generic ST Louder. Sunpower in Solar. Dan uh, WWE. Uh, wat is het? World Wrestling Entertainment volgens mij. Met die uh, grote worstelaars. En uh, uh, natuurlijk heel populair, vooral in Amerika. Van alles en nog wat dus ook weer. Ja, dan woensdag na de sluiting hebben we Qualcomm. Ja, ik denk ook een heel interessant semiconbedrijf. Qualcomm die levert uh, chips voor, ja, voor heel veel bedrijven. Voor een, uh, een Samsung, een uh, Apple, een uh, Xiaomi en uh, ga zo maar door. Interessant aandeel denk ik zelf... Albe Marle komt met cijfers, Solar Edge nou, natuurlijk ook in solar. Mercado Libre, een van de grootste e-commerce bedrijven uit uh, Zuid-Amerika. Sunrun, Fastly komt met cijfers, een uh, cloud provider. Etsy, ook een groot e-commerce bedrijf. Marathon Oil komt met cijfers, niet alleen in olie, maar Marathon speelt ook in op waterstof. En daarom wel een hele interessante misschien. Dus ook op woensdag van alles en nog wat door elkaar. En als je dacht dat dat het was, nee. Op woensdag komt de FED ook nog eens met een rentebesluit. Ja, en daar zal de beurs waarschijnlijk ook heel erg heftig op reageren. Ik denk niet per se het rentebesluit zelf van 3 mei. Want ik denk zelf dat ze gewoon met 0,25% rente zullen verhogen. Wat nu ook de verwachting is. De verwachting is nu dat de kans klein is dat ze rentes niet gaan verhogen. Dus dat ze op zo'n 4,75 tot 5% blijven. De kans is nu heel groot, zo'n 90% dat ze rentes met 0,25% gaan verhogen. Zoals we hier kunnen zien een verhoging naar de 5 tot 5,25% wat betreft de rente. Nou, ik denk dat ze gewoon met 0,25% gaan verhogen. Als ze dat niet doen, zal de beurs sowieso heel heftig reageren. Maar wat ook belangrijk is, is wat Jerome Paul zal zeggen over de toekomst. De verwachtingen. Of ze rentes heel lang, heel hoog zullen houden of niet, wat ze met de volgende meeting zullen doen wanneer ze gaan afbouwen, ga zo maar door. En waarschijnlijk zal ieder woordje dat gezegd wordt door Jerome Paul... heel belangrijk zijn en zal de beurs daar ook heftig op reageren. Of die gaat zeggen dat ze misschien de volgende keer wel of niet gaan verhogen... of waarschijnlijk de volgende keer wel of niet gaan verhogen. Dat zijn al twee hele grote verschillen voor de beurs. En ja, de beurs zal waarschijnlijk heel volatiel bewegen tijdens de Fed meeting. Waarschijnlijk echt gewoon schommelingen van een procent of meer in een kwartier tijd. Ja, ik ga er zelf niet op inspelen, maar zal waarschijnlijk weer voor heel veel volatiliteit zorgen. Nou, laten we even teruggaan naar de cijfers. Dan hebben we nog donderdag en vrijdag. Nou, zal ik mijn hoofd even naar links slepen. Donderdag weer een hele belangrijke, alleen al omdat Apple na de sluiting met cijfers komt. Maar goed, we hebben eerst donderdag voor de opening Datadog, een hele grote in cloud. Ik denk ook een heel interessant bedrijf met een heel mooi businessmodel eh, met software as a service. Is ook wel flink gezakt vanaf de piek. Nog steeds wel een prijzig aandeel, denk ik zelf. Maar ik blijf me in de gaten houden. Ik denk een hele interessante. Mocht Datadoc nog meer zakken, zal ik eventueel aandelen van Datadoc willen kopen. Dan nou, hebben we AB InBev. Natuurlijk een hele grote in drank, als bierbrouwer onder andere. Royal Caribbean Group. Eh, Moderna Commissaris. Natuurlijk ook een hele grote, populaire. Peloton komt met cijfers. Ja, nou heb ik zelf echt helemaal niks met Peloton. Ook al is Peloton echt enorm hard gedaald. Kijk, als een aandeel met 90% of meer daalt, wordt die misschien wel vroeg of laat interessant. Maar ik denk zelf dat Peloton nog steeds niet interessant is. Omdat hun producten veel te duur zijn. Een soort hele dure home trainers die gewoon, als je het mij vraagt, niet schaalbaar zijn. Maar goed, heb ik altijd gedacht over Peloton. Konoco, Philips komt met cijfers. Een hele grote in olie en energie in het algemeen. Net als natuurlijk Shell. Shell komt cijfers, kennen we allemaal. Ja, Shell. Ze zeggen wel eens never sell Shell, maar ja, ik heb er zelf niet heel veel mee. Leuk dividendpercentage van zo'n procent of vier, dat wel. En heel leuk als je hem hier zo ergens in nou, zeg 2020, 2021 kon kopen in een aanbieding eigenlijk. Maar op dit moment ja, toch wel een wat zal ik zeggen, niet per se een prijzig aandeel... ...want een hoge waardering qua multiple hebben ze niet per se... ...maar de komende zeg 10, 20 jaar echt voor de lange termijn... ...denk ik zelf dat Shell gewoon niet zal uitperformen. Wel een leuk dividendpercentage, dat wel. En zal je er rendement mee kunnen behalen? Jazeker, maar als je het mij vraagt... ...is het interessanter om een ETF aan te schaffen... ...met heel veel spreiding en daardoor minder risico... ...dan bijvoorbeeld een Shell. Maar goed, dat is mijn mening over Shell. Nou, laten we doorgaan naar donderdag na de sluiting... Ja, dan komt Apple met cijfers. En dat is een hele belangrijke en heel de beurs zal waarschijnlijk reageren afhankelijk van wat Apple bekend maakt en wat Apple zegt over de toekomst. Als ze überhaupt wat gaan zeggen over de toekomst en verwachtingen, doet Apple niet altijd. Maar Apple is natuurlijk ja, het grootste beursgenoteerde bedrijf ter wereld. Daardoor meteen al een hele belangrijke. Plus Apple is wat gestegen en Apple staat nu gewoon weer bijna op een all-time high. Bijna op, nou, zeg die, niveaus van eind 2021, begin 2022. Mochten ze met hele mooie cijfers komen, ja, dan zal Apple misschien zelfs richting een all-time high gaan. Maar persoonlijk denk ik zelf dat Apple prijzig is, een vrij hoge waardering heeft. En ik denk zelf dat Apple misschien met wat slechtere cijfers gaat komen. Kijk, Apple heeft laatst dit al bekendgemaakt. Apple's Mac shipments vallen meer dan 40%. Dus die Mac, uh, zeg even, ja, leveringen. 40% is heel erg veel voor Macs. En nou zijn die Macs niet per se het meest belangrijke... De iPhone is de allerbelangrijkste. En ik denk dat ze qua iPhone het nog steeds wel goed zullen doen. Services zal het waarschijnlijk nog steeds heel goed doen. Die blijft maar groeien. En dat hebben ze echt als Apple heel mooi gedaan. Maar goed, wat gaat Mac doen? Wat gaat de iPad doen? Want wat gaan andere dingen doen? Ja, ik denk zelf dat Apple met misschien wel slechtere cijfers gaat komen dan wat wordt verwacht. Nou is dat niet per se de verwachting van de beurs. De verwachting van de beurs is dat Apple nog steeds wel met redelijke cijfers gaat komen. En over het algemeen verwachten veel beleggers dat ook wel. Ook omdat vorige week veel big tech bedrijven met mooie cijfers kwamen. Microsoft kwam met hele mooie cijfers, Google prima cijfers, Amazon prima cijfers, Meta hele mooie cijfers, flink gestegen ook. Nu denkt men over het algemeen dat Apple ook met mooie cijfers gaat komen, maar ik weet het niet. Ik moet het nog zien gebeuren. Ik denk zelf gewoon dat Apple te duur is, vooral ten opzichte van de cijfers en de toekomstpotentie. En ik denk dat Apple misschien wel gaat tegenvallen. Maar goed, dus we zullen het donderdag na de sluiting zien. In ieder geval gaat de beurs heel erg heftig reageren op Apple. Niet alleen Apple, maar ook heel veel bedrijven die te maken hebben met Apple. Bijvoorbeeld semiconbedrijven bedrijven die producten leveren aan Apple. Dus natuurlijk een hele interessante, alleen al vanwege Apple... is donderdag een hele belangrijke dag voor de beurs. Nou, dan hebben we Shopify. Een interessant groeiaandeel, denk ik zelf. Uh, al is Shopify wel weer flink gestegen. Ik wilde Shopify misschien zelf hier beneden zo rond de 26 dollar aanschaffen... Maar goed, uh, nou ja, is niet gebeurd. Shopify is vervolgens flink gaan stijgen. Ik had er hier ook een filmpje over gemaakt in de top 3 aandelen dat ik Shopify heel interessant vond. Maar nu dat hij zoveel is gestegen, voor mij persoonlijk weer iets te prijzig. Maar ik blijf hem in de gaten houden. Mocht Shopify zakken, blijf ik het wel een hele interessante vinden. Dan hebben we Block komt ook met cijfers, is ook echt wel flink gedaald. Coinbase komt met cijfers, die is dan weer heel erg hard gestegen de afgelopen paar maanden. DraftKings komt cijfers. Ja, bezit, bezit ik zelf ook aandelen van. Vrij kleine positie wel. Maar ik kreeg vandaag dus een bericht dat uh, DraftKings een 52-week high heeft bereikt. Dat is een hoogste punt van het afgelopen jaar. En ik sta ook mooi in de plus met DraftKings. Nou, vandaag dus weer een stijging van zo'n 3%. Heel benieuwd naar die cijfers ook. Uh, ja, ik denk nog steeds dat DraftKings een hele interessante is voor de lange termijn. En ik denk dat ze qua groei met hele mooie cijfers gaan komen... Maar we weten allemaal dat op dit moment de beurs vooral winstgevendheid wil zien. En dat zal een belangrijke worden. Wat zal DraftKings bekendmaken qua winstgevendheid? Wanneer worden ze winstgevend? Nou, dan hebben we Lyft. Carvana ja, is ook enorm hard gedaald. Ik denk ook totaal niet interessant. Speelt in op de ja, tweede Hans Automarkt. Fortinet komen cijfers. Wel een hele interessante, denk ik zelf: een cybersecurity bedrijf. Dat wel nog steeds heel hoog staat. Nog steeds een beetje rond een all-time high. Maar het blijft wel een heel erg mooi bedrijf. Dat zeker. Uh, nou, dus eigenlijk donderdag van alles en nog wat. Maar veruit de belangrijkste voor heel de beurs blijft gewoon Apple. Nou, dan hebben we vrijdag nog voor de opening AMC. Natuurlijk wel echt een meme-aandeel. Uh, dan hebben we Warner Bros. Discovery. Voor mij ook een belangrijke. Grote positie voor mijzelf. Uh, ja, was enorm hard gestegen. Vanaf eigenlijk zo'n beetje eind december 2022. Begin januari. Echt enorm hard gestegen, Een van de best presterende aandelen in de S&P 500 dit jaar. Maar nu wel weer wat gedipt van de ongeveer 15, 16 naar de ongeveer 13. En ik denk zelf dat Warner Bros Discovery wel met redelijke cijfers gaat komen. Is niet zeker, want misschien hebben ze nog wel wat last van de merger dat ze van twee bedrijven naar één bedrijf zijn gegaan. En daar zijn ze nog steeds wel dingen in aan het aanpassen. Dat ze van twee hoofdkantoren naar één hoofdkantoor gaan. Dat ze werknemers ontslaan en gaan ze maar door. Ik denk zelf wel dat de komende kwartalen, uh, de zeg, misschien niet per se het kwartaal hierna, maar zeg over drie, vier, vijf kwartalen, dat ze hele mooie cijfers zullen bekendmaken. Als ze eenmaal mooi gemurkd zijn, ze niet meer dubbele kosten hebben en gaan ze maar door. En ja, ik verwacht nog steeds, zeker over de langere termijn, veel free cashflow, dat ze hun hoge schulden zullen afbetalen en uiteindelijk een hele lage waardering hebben met een heel erg mooi winstgevend groter bedrijf. We zullen het zien. Uh, die cijfers zullen wel voor mij belangrijk zijn... ...omdat ik gewoon een grote positie in Warner Bros Discovery heb zelf. Nou, dan hebben we TV Ook een interessante ding zelf. Heb ik aandelen van gehad, maar heb ik verkocht? Nou is TV wel weer verder gezakt sinds ik uh, die aandelen heb verkocht. Ja, En ik denk daardoor wel een hele interessante... FuboTV uh, blijft gewoon heel volatiel. Nou, vandaag ook gewoon 8% in de plus. Maar goed, dat is typisch voor TV. Daling en stijgingen van 10% zijn voor V helemaal niks. En waarschijnlijk... Komende uh, vrijdag, als ze die cijfers bekendmaken, zal FuboTV gewoon met 20, 30, 40% of meer stijgen of zakken. Bij FuboTV is het een beetje hetzelfde verhaal als bijvoorbeeld bij een SoFi. Ja, heel veel groei. Waarschijnlijk komende vrijdag weer, maar winstgevendheid. Dat is er nog lang niet voor FuboTV en daardoor ook echt wel heel hard gezakt. Nou, ik ga ze in de gaten houden en misschien, wie weet, dat ik ze vroeg of laat wel weer ga aanschaffen. Dus ja, echt van alles nog wat dus doorgenomen, eh, allerlei bedrijven die met cijfers gaan komen, van groeibedrijven tot waardebedrijven in olie of in Semicon of in Apple. Ja, Apple natuurlijk veruit de meest belangrijke voor deze week ja, en woensdag natuurlijk een rentebesluit en deze week gaat gewoon voor de beurs weer echt een hele volatiele worden. En daarom denk ik natuurlijk weer dat het een leuk en interessant filmpje was, klinkt nog blij voor me, zou ik echt waarderen. Ja, van alles nog wat komende week, heel veel kwartaalcijfers, rentebesluit van de Fed. En ik zal nog proberen om een filmpje te maken over de meest belangrijke dingen. Misschien het rentebesluit van de Fed en anders misschien de kwartaalcijfers van een Apple. Misschien ook dat ik een keertje live ga, even kijken hoe het uitpakt. In ieder geval ben ik heel benieuwd wat er gaat gebeuren. En dan zou ik weer zeggen: dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer weer en later.